Nou ja, dit is echt zo'n opbouwmoment dit. Hè. Er staan karren, Denen zoals ze officieel heten, die staan links en rechts. Ton van der Val is dé Haarlemse marktmeester. 19 keer al heeft hij de Luilakmarkt georganiseerd en dit jaar doet hij dat voor de laatste keer. Ton moet namelijk met pensioen. Misschien is het een onhebbelijkheid van de werkgever, de gemeente. Als ambtenaar moet je met pensioen. Je mag niet langer door, je moet met pensioen. Kan je het stokje wel rustig overdragen? Ik probeer in de relatief korte tijd die zij nog te gaan hebben met mij samen wel zoveel mogelijk informatie te delen. Hopende dat ik ze daarmee voldoende meegeef voor de toekomst. Wat heeft hij je nou geleerd, de Nestor van deze Luilakmarkt? Ja, genoeg. Zoveel informatie om op te slaan. En eigenlijk vooral wat Ronald hij zegt is, leer je ondernemers kennen, leer je kooplieden kennen. En ja, dat is ook heel erg leuk om te doen en de mensen. Maar wat we vooral straks gaan missen is vooral zijn kennis. Ik heb zoveel kennis over de jaren heen en dat is wel echt iets wat wij gaan missen hoor. Ja. En die kooplieden, die gaan Ron zeker missen. Ik denk toch, misschien wel de warme band. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je hebt zoveel jaar met elkaar opgetrokken. Dus er ontstaat toch een soort van band. Nou, dat is wel jammer, want het was echt een vechter voor deze markt. Want hij zou eerst niet doorgaan, maar hij heeft toch voor elkaar gekregen dat het wel doorging. Dus hij doet echt zijn best ervoor. Dat is een marktmeester die ervoor gaat. 19 is net geen 20. Toch jammer, want dat jubileum was best wel leuk geweest voor Ron. Nou, misschien ben ik een eregast, zou leuk zijn, maar organisatorisch heb ik geen bemoeienis meer mee. Is het een voorzichtige uitnodiging toch naar de gemeente ook, hè? Ron, volgend jaar toch als eregast aanwezig? Zou leuk zijn, ja.